De voedingsmiddelenindustrie ligt onder een vergrootglas. En al helemaal hier in het Europees Parlement. Veel wetgeving komt immers hier vandaan. Maar ik ben niet iemand die op het moment dat er zaken wellicht verkeerd gaan, automatisch een reflex heeft dat er meer wetgeving moet komen. Een etiket moet ook geen telefoonboek worden, immers. Vaak, en dat heeft het paardenvleesschandaal ons wel geleerd, vaak is het vooral een kwestie van het handhaven van de gemaakte afspraken, over grenzen heen. Leidend bij het werk wat ik hier doe, is dat afspraken werkbaar moeten zijn en doeltreffend. Maar voedsel is natuurlijk ook emotie. En het terugwinnen van vertrouwen in de voedingsmiddelenindustrie vraagt dus om een brede aanpak. Van politiek, van handhaving en van u als industrie. Ik hoop daarover met u van gedachten te wisselen op 8 april bij het Food Event in de Brabant Hallen in Den Bosch. Ik hoop van harte u daar te zien.